Ja, hallo man, welkom bij een nieuwe video van Typplagiaat. In deze video gaan we het hebben over de Winterfest Free Presents. Gratis cadeautjes, superleuk. Dus vind je het ook tof? Like, subscribe, klik het belletje en dan gaan we nu beginnen. Ja jongens, het wordt weer kouder buiten, het gaat sneeuwen. De kerstboom staat wellicht bij jullie al in de woonkamer, bij mij in ieder geval wel. En de lampjes twinkelen in het licht. Superleuk, dat betekent natuurlijk kerst. En we weten allemaal nog wel dat seizoen met die grote ijsrots, de sneeuwmannen en de winterkoning die ons ging aanvallen. Maar nu naar dit seizoen, Winterfest 2020. En er is een nieuwe skin gelukt die mogelijk onze gratis skin wordt. Deze schattige snowman. Echt super tof. En er is een emote met een of ander zangerig kerstboekje. Ja jongens, seizoen 5 is natuurlijk begonnen. En we weten dat het betekent nieuwe challenges en nieuwe rewards. En hopelijk een nieuw winterfestseizoen. Net zoals in 2019 met gratis cadeautjes, wraps en nog veel meer. Wij verwachten dat er weer iets komt zoals in 2019. Weet jullie nog? Mensen die dat toen speelden. Je krijgt elke dag een cadeautje. En dit begon vorige keer 18 december 2019. 18 december is al bijna en wij denken dat het weer rond de 18e komt. Dan heb je elke dag een present. 14 dagen, 2 weken lang, elke dag een cadeautje. En dat is natuurlijk super tof, want Fortnite hoeft helemaal geen cadeautjes weg te geven. En gratis pickaxes, wraps en zelfs skins, dat wil iedereen. Vooral de mensen die dus geen V-Bucks uit willen geven of uit mogen geven van hun ouders, hebben nu de kans om ook toffe skins te bemachtigen. Oh, en kennen jullie de challenges nog? Ja, ik hoop ook echt dat die weer komen, de Winterfest challenges, want dat vond ik echt super leuk. Dan kun je zelfs nog meer dingen gratis unlocken. Wie wil dat nou niet? Maar ja, nu door naar Winterfest 2020, want dat is waarom jullie natuurlijk kijken. Gratis skin. Wij denken dat het dus de sneeuwman skin wordt en we laten jullie hem zo weer zien. En de emote, die krijgen we waarschijnlijk ook gratis. En waarom? Omdat er geen code staat in de itemshop. Er staat dus geen geldcode voor deze skin. En daarom denken we dat het wellicht een gratis skin wordt voor Winterfest 2020. Er zit een coole backbling bij en een pickaxe. Dus dat betekent dat we sowieso al een paar items hebben die gratis zijn. En kijk nou hoe lief die zingt. Wat voor liedje zou die zingen? I do not know, maar ik wil het wel weten. Dus zoals al gezegd, deze skin wordt waarschijnlijk gratis. Ik vind hem superleuk en ik ben eigenlijk wel blij met elke gratis skin die we krijgen van Fortnite. Natuurlijk komen er ook skins in de shop die we nog niet hebben, nu nog. En mijn favoriete Renegade Raider zit erbij. En deze fishstick is super cute. Dus naast deze gratis Snowmando skin die waarschijnlijk voor ons allemaal available wordt, ook nog heel veel andere toffe dingen die we kunnen kopen. Ja, ik vind de kerst geweldig en ik wil echt heel graag die Renegade Raider Gingerbread skin. Dus die ga ik sowieso kopen. En dat brengt ons weer aan het einde van deze video. Hele korte update, ik weet het, maar ik vond hem te leuk om het niet gelijk te delen. Vind je dit soort informatie nou ook leuk en dit soort content? Like, subscribe, klik op dat belletje en ja, dan krijg je gewoon de allernieuwste video's binnen en mis je niks van Team Plagiaat. Daarnaast hebben we voor jullie een toffe kleine video achter deze video aangemaakt. We willen daar een hele video aan wijden. Dit gaat over alle kerstskins die van 2017 tot nu uitgebracht zijn. Mis je er eentje? Laat het even achter in de comments, want dan kunnen we die in een andere video een keer toevoegen. Ik vond het echt super leuk en dankjewel weer voor het kijken jongens. Jullie zijn echt super. Bedankt voor al jullie support. We zitten bijna op 600 subs. Jullie zijn echt een stel kanjers. En dan checken we jullie later. Joejoe!